Dames en heren, het is bijna 20 over 8. Het is een mooi moment om een aanvang te nemen met de vergadering van de gemeenteraad. De eerste vergadering van 2016. Hartelijk welkom aan de leden van de raad, van het college vanzelfsprekend, aanwezig op de publieke tribune. En een ieder die thuis met ons meekijkt, ook hartelijk welkom bij de digitale vergadering of de videovergadering die u thuis kunt volgen. Ja, ik kijk maar even een beetje het publiek toe, je weet maar nooit wie er kijkt. Ja, de buurman wordt mij ingefluisterd. Nee, één ding weet ik zeker, dat mijn buurman niet kijkt. Maar goed, dat terzijde. De heer de Vries Robles die is gemeld dat we iets eerder beginnen dan dat we voornemens waren te beginnen. Dus die komt zo dadelijk ook deze kant op. We hopen nog een beetje te kunnen rekken tot de installatie van de heer Morris. Dat is misschien wel aardig als de fractie van D66 dan compleet is. Maar ik heb zo'n donkerbruine vermoeden dat dat wel kan lukken. Dan kom ik bij de conceptagenda van de raad van 7 januari. Iemand daarbij, de heer De Jonge. Voorzitter, ik wou u verzoeken om een motie vreemd aan de orde van de dag in te kunnen dienen. Het verzoek kon u sowieso indienen, maar het is dan misschien goed dat u ook uitlegt welk onderwerp u zou willen agenderen. Ja, voorzitter, dat wil ik ook wel doen. Het is hetzelfde onderwerp als van 17 december. En in mijn optiek, voorzitter, is de procedure toen niet goed verlopen. Ik ben daar zeer overvallen op dat moment van hoe er gereageerd werd vanuit de raad, met name vanuit de coalitie. En ik wil u toch verzoeken om deze motie alsnog aan de agenda toe te voegen. Misschien is het goed om daar inderdaad iets over te zeggen, want ik was in de veronderstelling dat het zo werkt dat een stuk geagendeerd wordt met meerderheid van stemmen. En dat er meer of meer een stilzwijgende afspraak is dat stukken regulier geagendeerd worden, maar ik bracht op dat moment een stemming, waardoor er ook de discussie kwam. Ik herinner me ook dat de heer Van der Mooren zei van moet ik nou op dit moment iets zeggen of op het moment dat het geagendeerd wordt. Maar we hebben nog even nagekeken hoe het nou precies zit. Dus we hebben met de griffier nog eens even goed de reglementen erbij gehaald. Dus af en toe goed om die even onder het stof vandaan te halen. Maar het is inderdaad zoals volgt geregeld en dat heeft uw raad in de tijd bewust gedaan dat ook minderheden onderwerpen kunnen agenderen. En dat betekent dus dat er geen meerderheid nodig is om een stuk op de agenda geplaatst te krijgen. Er zijn wel twee condities. Er moet een onderbouwing of een actualiteit zijn. Maar het onderwerp voldoet daar wel aan. Dus in die zin is er geen aanleiding om de vraag te stellen of het geagendeerd kan worden. Want dat is dan niet aan de orde. Op het moment dat een van u dat verzoek doet, dan moet het geagendeerd worden. Dus ik stel voor dat we dat ook op die manier doen en dan kan de inhoudelijke bespreking of de bespreking die en ieder wil doen, kan gewoon plaatsvinden op het moment dat we dat op de agenda hebben toegevoegd onder agenda punt 12. Yes. Met excuses mijnerzijds dat ik het in de vergadering voor de kerst niet helemaal conform de regels heb afgedaan. De excuus is aanvaard. Dank u wel. Dan hebben wij al dus besloten. Dan, meneer Mors, komen we bij de beëdiging en het afleggen van de verklaring van belofte van de heer Mors. Ja, de opvolging is altijd iets wat enige aandacht vergt, omdat het een hele procesgang is. We hebben van de heer Nijhuis natuurlijk, daar begint het mee, ontslagbrief ontvangen. En ook afscheid kunnen nemen in de laatste vergadering van 2015. Maar daar waar iemand afscheid neemt, komt er ook weer iemand nieuw. In ieder geval de heer Mors. Nou, de heer Mors is niet helemaal onbekend, gelukkig. Want dankzij het systeem dat wij met elkaar onbekennen, waarbij er ook commissieleden zijn, is het zo dat de heer Mors gelukkig al eigenlijk 2 jaar meeloopt, of bijna 2 jaar meeloopt. Dus ook weet hoe het hier werkt. Dus dat is een mooie introductie geweest, denk ik. Maar voor vanavond moeten we een aantal procedurele stappen nog verzetten voordat de heer Mors daadwerkelijk lid van de raad zal zijn. Dat begint altijd met een commissie van de geloofsbrieven die de paperassen, zeg ik een beetje oneerbiedig, onderzoekt. Dat is in dit geval ook gebeurd. De heer Leuwik was bij mijn weten voorzitter van die commissie. En ik wil hem vragen om namens de commissie verslag te doen. Ja, hij doet het. Dank u wel, voorzitter. Als voorzitter en rapporteur van de commissie, die is belast met het onderzoek van de geloofsbrieven en verder bij de kieswet gevorderde stukken van de heer H.F.J. Henry Mors, wonende te Ommen, kan ik u het volgende meedelen. Op 1 januari 2016 is genoemd persoon benoemd tot lid van de gemeenteraad van Ommen. De commissie rapporteert de raad dat zij genoemde bescheiden heeft onderzocht
en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot toelating van de heer H.F.J. Mors als lid van de gemeenteraad. Commissie onderzoek, geloofsbrieven, getekend G.J.P. Leubik, voorzitter. Mevrouw C.M.P. Schunselaar Henning, D.T. Remmes, leden en J.A.R. Tenkink, griffier. Mag ik u het overhandigen? Goed, dan komen we bij het moment dat de heer Mors de belofte in zijn geval gaat afleggen. Dat doen we staand. Ik vraag de heer Mors naar voren te komen. Dat kan zo via een ommetje langs die kant. En dan mogen de andere aanwezigen ook keurig gaan staan. Dan gaan we dat doen. Ja, kom eens. En je mag hier staan. Ja, prima. Je weet dat je dat verklaart en beloof ik, Mars. Dan mag u mij zo dadelijk nazeggen. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks en onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks en onmiddellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dankjewel. Dan is jouw benoeming nu helemaal een feit. Dankjewel. Daar hoort een bosje bloemen bij. Dank. En een applaus. Ik stel voor dat wij de heer Mors zo dadelijk wat uitgebreider feliciteren. Hij begint nu al een beetje. Nou, ik wil de vrienden van de sociaal-liberale beweging natuurlijk niet een felicitatie ontnemen. Maar ik stel voor dat de overgeleden van de raad en aanwezigen straks even doen. Volgens mij zijn we niet zo heel erg laat klaar, dus dan kunnen we daar gelijk een borreltje bij gebruiken. Een borreltje cola? We hebben voor het vragenhalf uur volgens mij geen vragen, dus dat kunnen wij passeren. En dan kom ik bij het verslag en de besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 december. Ik stel voor dat we textueel naar aanleiding van in één keer doen. Het zijn 16 pagina's, heeft één van u een opmerking. Dat is mij niet gebleken, dus ik ga ervan uit dat het verslag vastgesteld kan worden. Alles geschied. Dan kijk ik naar het college of er mededelingen zijn namens het college. Dat is niet het geval. Dan kom ik bij de benoeming van het plaats van commissielid van de gemeente Ommen. Nou, dat hadden we al geconstateerd, dat er eigenlijk sprake is van een wisseling in de fractie van D66. De heer Mors is raadslid geworden, de heer Nijhuis was raadslid en wordt voorgesteld hier als plaats van het commissielid. En mag ik rondkijkend constateren dat u daarmee kunt instemmen. Dan feliciteer ik de heer Nijhuis met zijn nieuwe benoeming. Hij hoeft niet de belofte af te leggen, want dat gaan we schriftelijk doen. Dat is gebruikelijk bij plaats van het commissieleden. Maar in de nieuwe hoedanigheid, hartelijk welkom in ons midden. Ja, dan kom ik bij het volgende punt. De benoeming van het bestuurslid van de F.E. Baron Mulet Stichting Ommen. Ik heb begrepen dat er een vijftal kandidaten is. Nou, dat is heel bijzonder, want ik weet dat u allemaal inmiddels na 2,5 maand best een beetje gek op me bent. Maar dat er 5 leden van de raad graag met mij in 1 commissie willen zitten. Dat heeft me toch wel met vreugde vervuld de afgelopen dagen. En er was zelfs niemand te bewegen om zijn kandidatuur in te trekken. Dus het moet hier wel diep zitten met mij daar iets te mogen doen. We zijn niet met z'n tweeën. Dat is nog een iets completere stichting. Hoe dan ook, we hebben 5 kandidaten. Ook dat gaf aanleiding voor mij in de griffier om eens even heel goed te kijken naar het reglement van orde. Nou, en we zijn eruit gekomen hoe het moet. Dat ga ik u proberen uit te leggen. Er is in ieder geval een eerste stemronde. Zou het zo zijn dat in de eerste stemronde iemand de meerderheid van stemmen heeft? Nou, dan zijn we klaar. Dan is dat de kandidaat die het geworden is.
Zou het nou zo zijn dat dat niet zo is, dan hebben we nog een tweede stemronde. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat in de tweede stemronde iemand met een meerderheid is van stemmen. Dat is mooi, dan zijn we klaar. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat dat dan nog steeds niet het geval is. En dan hebben we nog steeds 5 kandidaten, moet u weten. Dan gaan we naar de derde stemronde en dan gaan we verder met de 2 best presterende kandidaten. Dus maar het zou zo kunnen zijn... Precies. Ja. Ik ben 1 keer bij de brandweer en de remmers wordt meteen... gaat helemaal los. Maar dat klopt, meneer Remmers. Dan is het zo dat de 2 kandidaten met de meeste stemmen gaan door. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er meerdere kandidaten met evenveel stemmen zijn, waardoor er niet 2 personen zijn aan te wijzen. Dan moet er nog een tussenstemming plaatsvinden over die 2 personen, wie dan door mogen naar de derde ronde. Nou, als we zover zijn, dan moeten we maar weer eens even kijken, want dan ga ik het u weer opnieuw uitleggen. Maar ik hoop dat we dit goed doen. Er is door de Griffie een stembriefje gemaakt, dat zal ik even omhoog houden. Er staan 5 namen op. Die ligt bij u op tafel. U mag maar 1 naam aankruisen. Ja, ook al heeft u meerdere sympathie, u mag 1 naam aankruisen. U mag wel meerdere namen aankruisen, maar dan is uw stem ongeldig. Dat raad ik u niet aan. U mag ook overdonderd of overweldigd door het grote aantal kandidaten afzien van een stem uitbrengen. Dan is dat dus blanco, dat kan ook nog. Nou, dat is ongeveer hoe het werkt. Hebben wij een commissie van stemopneming? Ja, dat is deze, dan moet je even gooien. Even op dunne. Oh, kijk eens. Ja, we hebben een drietal kandidaten bedacht voor de commissie voor de stemopneming. De heer Dunnewind, mevrouw Lagas en de heer Wind. En de heer Dunnewind is voorzitter van deze commissie. Hij was er geen kandidaat voor, maar hij is er toch geworden. Dus gefeliciteerd daarmee. Goed. Nou, het is wat ik hoop eigenlijk dat we er wat sneller uit zijn dan in 3 ronden. Maar we gaan het met elkaar meemaken. Ik stel voor dat u een kruisje gaat zetten. Pauzemuziek. Een pauzemuziekje? Nee, die hebben we niet. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Nou, de voorzitter van de stemcommissie, die zijn eruit. De resultaten zijn als volgt. De heer Leurwijk, 5 stemmen. De heer Moerman, 1 stem. De heer Bongers, 7 stemmen. Mevrouw Schunselaar, 4. En de heer De Vries, Robles, geen stemmen. Volgens mij betekent dat geen meerderheid, dus dat we een nieuwe ronde krijgen met alle kandidaten. Klopt, dan krijgt u hetzelfde stembriefje weer voor u. Mag u wederom een kruisje zetten. Het hoeft niet per se op dezelfde plek. U heeft vrije keuze. U mag ook blanco stemmen. Meerdere kruisjes is ongeldig. Ik schors de vergadering voor het stemmen. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Uitslag van de tweede ronde. De heer Leuwik, 6 stemmen. De heer Moerman, 1 stem. De heer Bongers, 7 stemmen. Mevrouw Sunsela, 3. En de heer De Vries Robles, geen stemmen. Andermaal geen meerderheid. En volgens mij krijgen we nu een stemming tussen de heer Leuwik en de heer Bongers. Klopt dat? Ik denk dat de heer Dunnewind dat goed samenvat. Dus dat betekent dat we nu in de derde ronde een stemming krijgen. Inderdaad tussen de heer Leuwik en de heer Bongers. Dan vraag ik me overigens wel af of daar 5 namen op staan of 2. Oh, blanco. Oh, die zijn blanco. Ik denk dat zou wel heel erg voorzien zijn door de Griffie. Nee. Ik bedoel, even checken. Dan moet u in dit geval dus daar een naam op schrijven. Of de heer Bongers of de heer Leuwik. Nou ja, nee, als u gewoon de naam opschrijft is voldoende. U mag ook blanco opschrijven, dan stemt u blanco en iedere andere naam. Of die niet lijkt op Bongers of Leuwik, die wordt afgekeurd. De heer Dunnewind. De laatste ronde, voorzitter. 17 stemmen uitgebracht, andermaal. De heer Leuwik, 8 stemmen en de heer Bongers, 9. Dan mag ik de heer Bongers feliciteren met zijn benoeming tot lid van het stichtingsbestuur. Dan zit hij in ieder geval vast aan mij in een afspraak. Dus dat is dan de bonus. Maar voor de heer Leuwik is het niet erg, want die mag morgen met mij op stap naar Gronau. Dus zo komt dat ook nog weer een beetje goed. Goed. Dan kom ik bij het voorliggende hamerstuk. De verordening Participatieraad Sociaal Domein. Gemeente Ommen 2016.
waarbij u besluit de verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari jongstleden vast te stellen om een gelijktijdige intrekking van de verordeningen cliëntenparticipatie, maatschappelijke ondersteuning gemeente Ommen en cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening. Kunt u al dus besluiten? Dat is het geval. Dan kom ik bij het eerste bespreekstuk, het rapport van de Rekenkamercommissie Inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen. Ik kijk eerst even rond wie daarover het woord wenst te voeren. Fractie ChristenUnie, VVD, D66, POV en CDA. Begin ik met de fractie van de ChristenUnie, de heer Van der Mooren. Meneer de voorzitter, hoe belangrijk is de Rekenkamercommissie? We krijgen zomaar 2 agendapunten waarin de Rekenkamercommissie een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Nu ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. En als ChristenUnie kunnen we daarover heel kort zijn. We hebben kennis genomen van het rapport. We stemmen in met de aanbevelingen en de verbeterpunten. En we zijn het erover eens om het college op te dragen om in een plan van aanpak te komen. Ik zou hiermee kunnen volstaan. Maar u hoort al in mijn stem, dat doe ik niet. Bij lezing van het rapport rees bij ons de vraag hoeveel invloed en zeggenschap of betrokkenheid Ommen, en dan heb ik het over de raad, heeft of zal hebben bij opvolging van de verbeterpunten en de aanbevelingen. Als het goed is, bepaalt Ommen het beleid en voert de BOH dat uit, voor zover die inkoop en aanbesteding Ommen betreft natuurlijk. De nadere toelichting van wethouder Terkeurst, die waarderen wij. De antwoorden op de vragen die in de commissie zijn gesteld, die zijn helder en voor ons ook afdoende. Voldoende dus. De stijl van deze raadsbrief, dat even als tussenopmerking, vinden wij overigens verfrissend. Wat minder, meneer de voorzitter, kunnen wij waarderen dat wethouder Terkeurst, zonder dat wij hiervan wisten, deel is gaan uitmaken van de bestuursdienst Ommen Hardenberg. Als wij tenminste afgaan op het gebruikte papier. Natuurlijk zijn wat ik zojuist noemde niet de belangrijkste zaken, dat begrijpt u ook. Maar gelet op de gevoeligheid wat de verhouding Ommen Hardenberg en de bestuursdienst betreft, lijkt het ons goed om de rollen van de betreffende organisaties duidelijk te onderscheiden. En in datzelfde kader past ook een opmerking over pagina 10 van het onderzoeksrapport. Ik zal zeggen waar ik op doel. Enerzijds staat daar dat het directiemodel, hoe het directiemodel eruit ziet, dat is dan goed omschreven. Een tweehoofdige topstructuur met de dubbelfunctie gemeentesecretaris-directeur. Maar 14 regels lager staat er dat er sprake is van het mandaat verleend aan uitsluitend de algemeen directeur van de BOH. En dit soort inconsequenties draagt niet bij volgens ons aan een helder beeld van de werkelijkheid. En over de werkelijkheid gesproken, meneer de voorzitter. We hebben wel de vraag, en dat is een serieuze vraag, hoe ziet die werkelijkheid er dan uit? Beide directeuren zijn toch gelijkwaardig bevoegd. Of moeten we uit de context ook begrijpen dat, zogezegd, onze directeur gemeentesecretaris samen met de andere bevoegd is voor het BOH-deel inkoop en aanbesteding en elk van hen, betreffende de gemeente, waar zij gemeentesecretaris zijn, dat zij voor elk van die gemeenten gemandateerd zijn. Dus dat er een soort dubbel mandaat geldt. Dit waren onze vragen. Dank u. Dank u wel. Kom ik bij de fractie van de LPO niet, Partij van de Arbeid ook niet, VVD, mevrouw Lagas. Voorzitter, de fractie van de VVD kan ook kort zijn. We hebben het rapport tot ons genomen. We vinden ook dat de aanbevelingen die erin staan overgenomen kunnen worden en het college met een plan van aanpak kan komen. We hebben slechts één toevoeging. Het bestaande beleid is tot stand gekomen in samenwerking met de OVO. Die hebben daar nadrukkelijk een rol in gehad. En we zouden het erg waarderen wanneer u hen die rol bij de evaluatie en het plan van aanpak ook zou willen betrekken. Dank u wel. De heer Mors, D66. Oh ja, dat is, moet ik inderdaad even zeggen. Dat is de maiden speech van de heer Mors. Dus u mag hem niet interrumperen. Dat mag sowieso hier niet. Maar goed, nu helemaal niet. In één keer goed. Meneer de voorzitter, ook wij kunnen redelijk kort zijn. Nou, in de commissie is het al ter sprake gekomen. Ik ga niet alles herhalen wat we ook in de commissie hebben besproken. Maar complimenten nog steeds. Maar met name ook de conclusies en aanbevelingen in het rapport op pagina 6 en 7. Waarbij er nog echt wel wat verbeterpuntjes zijn. Die willen we toch nog even met nadruk benoemen. Vooral bij de bouw en infra. Waar aanbestedingen volgens de commissie, volgens de Rekenkamercommissie, door externe wordt uitgevoerd.
En daar staat de inkoopcoördinator aan de zijlijn. Daardoor wordt niet gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de inkoopcoördinator. En we krijgen ook sterk de indruk uit het rapport dat de externe partijen ook onvoldoende kijken naar de lokale en MKB-belangen. Nou, het voorbeeld wat in de afgelopen commissie ook naar voren is gekomen over het leerlingenvervoer, dat spreekt voor zich. En het andere punt wat nog nadrukkelijk in de aanbevelingen staat, dat is zorg dat de raad periodiek geïnformeerd wordt. Er staat in 1 keer per 2 jaar. Wij willen het omdraaien 2 keer per jaar. Want als het 1 keer in de 2 jaar is, dan krijgen we nu pas een rapportage aan het einde van deze collegeperiode. Dat lijkt me wat aan de laatste kant. Nou, en verder missen wij nog wat stimulans om creatiever en innovatiever met inkoop om te gaan. Nogmaals, we kopen volgens de regeltjes in, daar is niks fout mee. Maar je kunt ook denken aan best value procurement, daar heb ik in het rapport niks over gezien, dat daar wat mee gedaan wordt, of omgekeerd inkopen. Maar wij zijn verheugd dat het college de handreiking heeft gedaan om in het voorjaar nog een keer te kijken naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid, om dat ook samen met de betrokken ambtenaren nog even door te lichten. Dat was het voor wat betreft onze inbreng. Dank u wel, meneer Morsen. Gefeliciteerd met uw medespeech. Dank u wel. Kom ik bij de heer De Jonge van de fractie van de VOV. Nou, in één keer goed. Ja, voorzitter. In de commissievergaderingen zijn er al heel wat complimenten uitgedeeld aan de Rekenkamercommissie. En bij deze dan nog een keer, want ik vind het een helder rapport. En het is voor de VOV-fractie was het ook tijd dat er eens een zo'n rapport kwam. Daar kijken we ook mee naar onszelf. Want in het verleden heb ik in deze raad nog heel weinig meegemaakt dat de gemeenteraad betrokken is geweest bij aanbestedingsbeleid of bij het opstellen van plan van eisen. Dus dan moeten we ook bij onszelf te raden gegaan, want we hebben er ook niet om gevraagd. Hoop ik dat dat voorbij is en dat we in de toekomst, wat u schrijft, dat u de aanbevelingen overneemt, dat wij, en ik sluit me daarbij aan bij de D66-fractie, dat we wat meer dan 1 keer per 2 jaar betrokken worden bij het aanbestedingsbeleid. Wat ons betreft worden we bij hierbij betrokken wanneer er grote aanbestedingen plaatsvinden waar wij een rol hebben in onder. Ik moet even nadenken wie dat zei, volgens mij zei de heer Van der Moor dat, over zeg maar de rol van de gemeenteraad. Want Binnenlands Bestuur, maar ook Raad zit nu, heeft al een aantal seminairs gehouden waar de rol van de raad centraal staat en vooral bij samenwerkingsverbanden. En bij dit onderwerp zou ik ons toch graag de rol gunnen in deze raad die wij hebben, namens de zelfstandige rol van de gemeenteraad van Ommen. En daar waar een aanbesteding plaatsvindt in Ommen, dat wij hierover tijdig betrokken worden en ook achteraf te horen krijgen van waarvoor bijvoorbeeld een aanbesteding niet aan een lokale ondernemer is gegund. En dan maak ik een klein stapje, voorzitter, want ik heb gezien dat er 5 partijen bij een aanbesteding geselecteerd wordt. 3 partijen door de BOH en 2 partijen door loting. Wat ons betreft, voorzitter, zet het college zich maximaal in om daar in het veld waar een aanbesteding plaatsvindt en wij kennis en bedrijven in huis hebben die dat kunnen uitvoeren, om die maximaal uit te nodigen om deel te nemen aan die aanbesteding. Want ik zou, voorzitter, ook wel graag eens willen horen van u als college van op welke objectieve gronden die selectie gebeurt, wanneer je er 5 zelf aanwijst en of 3 aanwijst en 2 bij een loting plaatsvindt. Dus ik zou graag willen horen van, en dat is misschien niet gelijk, ik weet niet of u er gelijk antwoord op kunnen geven, maar hoe we daar in de toekomst mee omgaan en of u dan mijn voorstel overneemt om maximale inzet te plegen om die lokale ondernemers erbij te betrekken. Voorzitter, ik zou ook graag een stuk hebben, een raadsbrief, waarin vermeld is van op welke wijze wij omgaan met die sociale return, maar ook wat ik al eerder aangegeven heb, hoe wij mensen uit de kaartenbak van hier in Ommen door zeg maar een soort stage plekken, werkervaringsplekken bij een aanbesteding mee kunnen laten nemen. Nou, voorzitter, dat waren eigenlijk voor ons wel de belangrijkste punten. En u hoorde het al van de terugkoppeling en het tijdige informeren. Dat is voor ons prioriteit nummer 1. Dank u wel. Kom bij mevrouw Bakelaar, fractie CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben we als CDA ook al aangegeven de complimenten voor de Rekenkamercommissie in het onderzoek. Een goed rapport, duidelijk beargumenteerd met name ook concrete adviezen die ook overgenomen zijn door het college. Met dank daarvoor, dank ook voor de raadsbrief.
Prima wat ons betreft. We zijn wel benieuwd wanneer wij het plan van aanpak mogen ontvangen. En mogen we dat ook gelijk koppelen aan de evaluatie die u ook aangeeft die in april komt? Of is dat nog te vroeg? Want ik denk dat dat ook een van die momenten is dat we gedurende de periode meegenomen kunnen worden als gemeenteraad op het gebied van inkoop en aanbestedingen. Daarnaast, we krijgen ook binnenkort natuurlijk ook weer die aanbestedingskalender voor het nieuwe jaar. En ik denk inderdaad dat het goed is in de commissie, zei ik het al, niet inderdaad één keer per twee jaar. Maar inderdaad, ook CDA-fractie zegt, pak het gewoon twee keer per jaar. Want dan blijven we ook goed op de hoogte, niet alleen qua inhoud van wat er speelt, maar ook of dat wij de regels op de juiste manier toepassen. En daar wilde ik het eigenlijk bij laten, want we zijn inderdaad blij met dit rapport. Dank u wel. Dank u wel. Dan kan denk ik wethouder de Keurst in eerste termijn direct reageren namens het college. Voorzitter, dank u wel. U overviel me een beetje, dan kan de wethouder namens het college gaan reageren, want er werd een hele interessante vraag gesteld door mevrouw Ollegas. Want zij wilde bij het gesprek waar wij met de benen op tafel gaan, het met elkaar gaan hebben van hoe gaan we verder in de toekomst, hoe gaan we ons aanbestedings- en inkoopbeleid verder vormgeven om daar de OVO bij te betrekken. En dan twijfel ik even of ik dat, want u gaat in het vervolg dit traject nemen, of ik dat namens u kan gaan toezeggen, want wellicht weet u daar geen handen en voeten aan te geven, maar misschien dat we daar straks even een bilateraaltje dan over moeten hebben en komen daar in de tweede termijn. Ja, gezien de eis van de afgelopen tijd, voorzitter, is er een andere uitglijder. Ik wil de woorden van de heer Van der Moor volledig onderstrepen en er is zeker zeer veel waardering op dit traject uit te spreken richting de Rekenkamercommissie. En dat ik dan namens het college die richting de heer Willemme overbrengen. We doen het heel goed als Ommen. Laten we daar mee beginnen. We scoren beter dan het landelijk gemiddelde. 66% komt hier regionaal terecht. Landelijk 49. En als we kijken naar vergelijkbare gemeenten, doen we het stukken beter. En natuurlijk valt er altijd iets te verbeteren. Er zijn drie gevallen bekend waar het niet helemaal volgens de regeltjes is gegaan. En er is geconstateerd dat wanneer een externe het doet, niet altijd de inkoopcoördinator, de inkoopadviseur erbij betrokken wordt. Dat zijn punten van verbetering. Daar hebben we lering uit getrokken. Dat willen we ook gaan verbeteren. Maar het is en blijft mensenwerk. Het is en blijft mensenwerk. Ten aanzien van voor wie werk ik nu? Ik werk voor de gemeenschap van Ommen, meneer Van der Moor. En ik ben inderdaad de inhoud ingedoken zonder dat ik naar de vorm gekeken heb. Dat is mijn gebrek. En ik had natuurlijk moeten constateren dat er een verkeerde afbeelding rechtsboven in de bovenkant van de brief stond. Ik zou bijzondere prijs stellen wanneer de stoorzender aan dit oor wat zou kunnen worden uitgezet. We mogen hopen dat de BOH waarvoor ook voor de gemeenschap werkt. Daar ga ik weer wel vanuit, meneer Robles. Dat is inderdaad een uitglijder. En zo hebben we ze in het verleden, nog niet zo lang geleden, ook wel gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld, noem maar een dwarsspandoekje. Maar nu dan inhoudelijk. Ten aanzien van beide directeuren. Wat ik ervan weet, is dat we dat zien als een twee-eenheid. Beide directeuren vormen één directeurschap. Zijn daarin bevoegd. En zullen bij absentie, zoals in het verleden in 2015 ook is voorgekomen, die besluiten kunnen nemen. Maar veel van die zaken zijn doorgemandateerd. Dus vaak worden ze niet eens door de directeur-bestuurder genomen, maar worden ze één niveau lager genomen. Dat hebt u ook kunnen lezen in de stukken dat afhankelijk van welke aanbestedingen het is en hoe, van welk formaat het is, dat per afdeling er iemand van verantwoordelijk is voor de budgetten en de aanbestedingen te lopen procedures. En dat bij 50.000 diensten en 150.000 werk meervoudig onderhands, dat de formulieren gebruikt moeten worden die daarvoor zijn en de inkoopcoördinator geacht wordt in dat proces betrokken te worden. Mevrouw Lagas, u moet even wachten ten aanzien van het betrekken van de OVO. U hebt wel kunnen lezen dat de ondernemers vinden dat het wat bureaucratischer is geworden. We voldoen aan de regels zoals de VEG ons die heeft aangereikt. We voldoen aan nationale en Europese aanbestedingsnormen. Ik denk dat 99% van het werk volgens de regels wordt uitgevoerd. En daar waar dan de vinger bij wordt gelegd, dat zijn voor ons de leermomenten. Hoe kunnen we dat beter doen? Daar wil ik straks even iets over zeggen ten aanzien van lokaal aanbesteden. Externen doen het onvoldoende. Ja, er
wordt soms onbewust en soms ook wel bewust van afgeweken. Dat is ook een feitelijke constatering. We moeten daar nog nadrukkelijker de vinger bij leggen en dat heeft de heer Willem en de zijne hebben dat terecht geconstateerd. Een evaluatie meer dan één keer per twee jaar, dat vinden ook wij. En we zouden dan voor willen stellen, we moeten dat nog nader uitwerken, omdat bij de jaarrekening te doen, inkomen en aanbesteding, om dat als onderdeel van de jaarrekening gewoon procesmatig in te brengen, zodat u daar ook inzicht in heeft. En dan heb ik ook de vraag van de heer De Jonge daarmee beantwoord. Hoe dan in de toekomst te handelen? Hoe we dat exact handen en voeten moeten geven ten aanzien van wat de wat-vraag, en de heer Willemme heeft daar al iets op van. Er was onder andere de vraag van de LPO en van de VOV, hoe kun je de lokale ondernemers er nog meer bij betrekken? En toen zei de heer Willemme, dan moet je opzoeken tot hoever je mag gaan. En ik zal u daar een voorbeeld van geven. We hebben de aanbesteding gehad van duurzaam van de zonnepanelen. En daar hebben we op basis van ervaring, kennis en kunde ook een lokaal bedrijf voor uitgenodigd. Dat lokale bedrijf heeft het, we gaan voor de economisch meest interessante aanbieding. Het lokaal bedrijf scoorde het beste op duurzaamheid. Maar je kreeg een hulp van de duim effect. Nog één ronde te gaan, dat was het plan van aanpak, nog één ronde te gaan en dan lieten ze het afweten. En dat heeft hun in feite de overwinning gekost. Ik heb laten uitzoeken hoeveel knoppen er zijn om aan te draaien. In dit geval was er een knop duurzaamheid en een knop onderhoud. En al zouden we duurzaamheid vol hebben uitgezet en de knop onderhoud bijna op nul, dan was met één tip van de schaats het lokale bedrijf nog tweede geworden. Dus we zullen heel goed moeten gaan nadenken, als we dat willen, hoe we dat handen en voeten willen geven. Dus zo nauw luistert het de knoppen waaraan je kunt draaien. Persoonlijk vind ik het jammer, dat heb ik ook betrokkenen gemeld, omdat ik persoonlijk heel veel vertrouwen heb. Maar je hebt een plan van aanpak nodig ten aanzien van onderhoud, want je moet monitoren. Je moet afspraken maken ten aanzien van vervanging wanneer een paneel uitvalt. Je moet reparatie moet je regelen. Binnen 24 uur moet dat geregeld zijn, et cetera, et cetera. Het ging iets verder dan alleen bewassing, want bewassing dat kun je heel snel regelen. Maar de opvolging van storingen, daar gaat het om. En daar moet je een plan van aanpak voor hebben, want bij de gunning is dat je uitgangspunt waarop je degene die de dienst verleent, dan het werk levert, kunt aanspreken. Ten aanzien van return on investment, social return on investment, hebt u kunnen lezen dat we het gebruiken. Dat we het ook zo goed mogelijk als we kunnen wegzetten. We zijn alleen één ding vergeten en daar moeten we de hand in eigen boezem steken. En dat is het monitoren. We schrijven het in de bestekken. We doen die uitvraag, alleen we monitoren niet. Dus dat zal beter moeten. Hoe worden geselecteerd? Daar komen we dus met elkaar in het voorjaar over te praten. En mevrouw Bakelaar, ik kan dat niet exact zeggen, maar dat zal april, mei zijn. Dan ligt er ook het plan van aanpak. En de raadsbrief, zult u me even in de tweede termijn moeten uitleggen wat u precies graag wilt beantwoord zien in die raadsbrief. Als het alleen gaat over social return on investment, dan kunnen we daar wat vingeroefeningen bij zetten. U daar een richting geven, maar ik denk dat we ten aanzien van social return op investment met elkaar in april, mei aan moeten geven wat we precies waar verwachten. Is het stel, het is een werk van 10 manjaren en als u dan wilt dat er 1 manjaar is voor iemand met een achterstand door de arbeidsmarkt of voor een arbeidsgehandicapte of voor iemand vanuit de SW-populatie, dan zullen we dat met elkaar vorm moeten geven. Dan zullen we dat ook met elkaar moeten gaan benoemen. Want dat is wel een van de conclusies uit het rapport. We hebben wel gezegd wat we willen, maar we zijn met z'n allen, wij als college en nu als raad, vergeten om daar de kaders bij te leggen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dat was een uitgebreide beantwoording van de vragen en opmerkingen uit de eerste termijn van de raad. Ik denk dat het meeste is besproken, maar voor de zekerheid kijk ik nog even rond of er behoeftes aan de tweede termijn. In ieder geval bij de heer Van der Mooren, ChristenUnie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Een korte reactie, even in het antwoord op als een reactie op het antwoord van de wethouder, van de portefeuillehouder. Natuurlijk hebben wij ook wel gelezen hoe dat in zijn werk gaat met die mandatering, maar we werden min of meer wat op het verkeerde been gezet, omdat in eerste instantie dus de algemeen directeur een functie is, zozeer en het bestaan van een functie, dat begrijp ik, dus onderling uitwisselbaar, et cetera, dat is duidelijk. Maar even verder wordt er ook gesproken over een verdeling wat inkoop- en aanbestedingsbeleid betreft voor wat betreft ommen.
voor wat betreft de bestuursdienst zelf en dan uiteraard over Hardenberg. En daar ging het mij met name om. Zou er dan sprake zijn van dat voor het typische aanbestedings- en inkoopbeleid voor Ommen, want daar praten wij technisch en officieel nu vanavond over, of dat specifiek wordt toebedeeld aan onze gemeentesecretaris-directeur, laat ik het zo maar zeggen. Dat was in wezen de vraag. Maar ik begrijp uit uw antwoord, en ik hoor het al of dat juist is, dat die functie uitwisselbaar is en verder geen betekenis heeft. Maar naar mijn gevoel blijft er wel een beetje een spanning bestaan tussen aanbestedings- en inkoopbeleid. Dat kan natuurlijk, zoals veel andere onderwerpen, niet helemaal losstaan van wat er elders in de samenwerking gebeurt. En dat is natuurlijk wel het punt. We kunnen niet 100%, zal ik maar gewoon recht toe recht aan zeggen, ons eigen aanbestedings- en inkoopbeleid formuleren. Dank u. Dank u wel. Ik kijk even verder rond. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, even op de vraag op de raadsbrief, want die was eigenlijk niet bedoeld over de sociale return of zeg maar de werkervaringsplekken. Alhoewel ik daar heel geïnteresseerd ben van hoe dat proces loopt en welke kansen wij kunnen benutten om mensen vanuit de kaartenbak toch via een werkervaringsplek bij een aanbesteding aan de slag te houden. Mijn verzoek om die raadsbrief, voorzitter, die ging over de systematiek, hè, want het stuk schrijft ook iets over smart. Nou, daar kun je van alles bij bedenken. En dat gaat over die 5 partijen die geselecteerd worden. De 3 partijen door de BOH en de 2 partijen door loting. En daar heb ik dan nog aan toegevoegd van, kun je daar nog iets van bijschrijven, dat je dan voor elk onderdeel nog een ondernemer die kundig is en de kennis in huis heeft in Ommen erbij gebruikt. Dus gewoon op welke objectieve gronden gebeurt die selectie? Dank u wel. Dan is het woord aan wethouder Ter Kust. Voorzitter, dank u wel. Meneer Van der Mooren, u hebt gelijk, het zou in principe voor Ommen de gemeentesecretaris moeten zijn. Hoe dat nu georganiseerd is, daarop krijgt u antwoord via de raadsbrief, dezelfde raadsbrief waar de heer De Jonge om vroeg, ten aanzien van hoe zit het nou feitelijk in elkaar, ten aanzien aan welke criteria moet men voldoen om in aanmerking te komen voor een gunning. En dat is een toezegging die ik namens het college doe en die de nieuwe portefeuillehouder, denk ik, naar behoren zal uitvoeren. Dank u wel. Dank u wel. Dan denk ik dat wij dit onderwerp afdoende besproken hebben. Dan kijk ik of we tot besluitvorming over kunnen gaan. Waar het niet dat ik nu even weer moet opstarten. We doen het even met z'n tweeën. In dit geval, u wordt voorgesteld te besluiten kennis te nemen van het rapport. In te stemmen met de conclusies van het genoemde rapport en de aanbevelingen en verbeterpunten over te nemen zoals die in de 5 bullets daarna staan opgezomd. En BMW op te dragen met een plan van aanpak te komen voor de uitvoering van de aanbevelingen en verbeterpunten. Kunt u al dus besluiten. Dat is het geval, dan heeft u al dus besloten. Dan kom ik bij ruimte voor initiatief en herrijking participatiebeleid van de gemeente Ommen. Namens het college ben ik portefeuillehouder, dus het komt een moment dat het college ook even zal reageren. Op dat moment denk ik dat de heer Van der Mooren de voorzittershamer overneemt. Kijk ook even voor de zekerheid meneer De Katerberg, maar dat gaat helemaal goed zo. Dan doen we dat op die manier. De heer Van der Mooren is zelf ook woordvoerder namens de fractie van de ChristenUnie. Dus dat wordt even een heen en weer gelopen, maar dat komt allemaal wel goed. Het was niet de bedoeling dat er nog een korte toelichting kwam vanuit de commissie. Hè? Ik kijk even naar mevrouw Makkiga. Nee. Dan kunnen we overgaan tot bespreking. Namens de fractie van het CDA. Niet. Fractie van VOV. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, hier geldt ook hetzelfde wat ik met het vorige onderwerp heb aangegeven. Van dat wij zeer tevreden zijn over dat wat de commissie supersnel gepubliceerd heeft. Ik heb in de commissie aangegeven dat wij nogal een aantal kanttekeningen hadden. En dan zeg maar bij de leeftijdsondergrens van 14 jaar, die is van 18 naar 14 jaar gegaan. En de ondergrens van 50 naar 25. Maar u heeft gemerkt dat wij daar geen abonnement voor gemaakt hebben. We zullen daar geen halszaak van maken. En wij als VVV-fractie vertrouwen erop dat er vanuit het college zeer transparant omgegaan wordt met voorgestelde burgersparticipatie. En dat de gemeenteraad bij een afwijzing van een verzoek een gemotiveerde uitleg van reden zal krijgen. En dat was hier, voorzitter. Dank u. Dank u wel. Ik kijk even verder. Geen D6 niet, VVD niet, Partij van de Arbeid niet, LPO niet,
ChristenUnie, de heer Van der Moor. Voorzitter, ruimte voor initiatief. Spraken we in november nog over een commissievoorstel, nu spreken we over een raadsvoorstel. En ruimte voor initiatief met als ondertitel herijking participatiebeleid gemeente Ommen. En in de commissie hebben we als ChristenUnie al aangegeven dat we goed met de resultaten van de raadswerkgroep uit de voeten kunnen. Daar zijn we prima over te spreken. Maar we hadden wel een paar vragen en die konden toen wat moeilijk beantwoord worden, uiteraard omdat we in gesprek waren met de commissie en niet met het college. Over die vragen zo dadelijk wat meer. Naast de vragen waar ik het zojuist over had, ook nog een aandachtspunt. We vinden wel dat bij de verdere invulling van de betrokkenheid en de zeggenschap van de inwoners, dat we heel goed moeten letten op de rol die ze krijgen. Met andere woorden, en dan herhalen we ook wat in het rekenkamerrapport staat, we moeten wel heel goed nadenken waarom, met wie en waarover extern betrokkenen hun inbreng mogen leveren. Want dat voorkomt ook naar ons oordeel mogelijke frustratie bij extern betrokkenen en anderzijds voorkomt dat ook dat we te maken krijgen met een uitholling van onze eigen positie als raad. Wij hadden een vraag over het voorstel voor een aparte paragraaf participatie bij raadsvoorstellen van de gemeente Ommen. Wij vonden dat moment te laat als dat pas verschijnt bij het raadsvoorstel zelf. De voorstellen zijn dan al zo goed als afgerond. Nee, ze zijn zelfs afgerond, moet ik zeggen. Om er rekening te houden met inbreng van derden, let wel, de voorstellen zijn dus dat zij medebeslissers zijn en co-producenten, die derden zullen eerder betrokken moeten worden. Begrijpen we goed, meneer de voorzitter, dat het raadsvoorstel in die zin ook is aangepast, want wat lezen we onder punt 5? Daar staat een paragraaf participatieadvies. En advies houdt dus naar ons oordeel in dat zij al betrokken zijn en dat er dus al een oordeel ligt. En dat is een wezenlijk verschil met een eerste opzet die wij lazen. Wij vonden wat onder punt 7 staat een heel mooie volzin en tegelijk ook mooi vaag. Graag horen we zo duidelijk mogelijk wat het college zich voorstelt bij het stimuleren dat BOH-medewerkers actief inbreng gaan leveren, etc. Ik zal niet weer een verhaal beginnen over de BOH, maar er liggen wat schakels tussen. Tot slot, meneer de voorzitter, het geld. Het geld. Onder punt 4 zien we het advies van de werkgroep opgenomen om een experiment voor het project Toekomstvisie om een 2030 aan te gaan. In de programmabegroting was voor dit traject 40.000 euro uitgetrokken. Met de kadernota 2016 is dit budget tot 15.000 bijgesteld. En het gaat naar onze mening in dit geval om een ambitieus project waar je niet te gering over moet denken. Je praat over co-productie en je praat over begeleiding. En wij voorzien een grote inspanning en vragen ons in gemoede af of die 15.000 euro wel toereikend is. En zoals we eerder aangaven, voorzitter, beter goed doen en anders niet doen. En natuurlijk, meneer de voorzitter, verwachten wij een reactie op onze vragen en opmerkingen. Ons totaaloordeel hebben we al gegeven. Akkoord. Dank u wel. Ik denk dat de heer Van der Mooren al het overneemt zijn rol als waarnemend voorzitter. Maar ik kijk nog even of mevrouw Makkinga namens de commissie nog iets wil zeggen. Of dat vraag vooral aan het college waren gericht. Ik twijfel zelf een beetje, maar... Ja. Mevrouw Makkinga, namens de commissie. Ik zit ook even inderdaad te twijfelen, moet ik nu nog reageren namens de commissie? Nou kijk, ik denk wat de VOV aangaf van die leeftijdsgrens, nou, daar hebben we ook al op gereageerd bij de beantwoording van de vragen. Wij denken dat het juist inderdaad ook stimulerend zal werken voor jongeren. Als het gaat om het onderdeel wat de ChristenUnie net noemde, namelijk het laatste, of nee, het ene laatste, van het opnemen in het raadsvoorstellen, een participatieadvies. Onze gedachte is daarbij als commissie dat je zo op die manier en in voorstellen die voorliggen, actief als raad ook betrokken wordt bij hoe gaan we nu om met die participatie, dat is één. Tweede, dat je dus ook aan kunt geven als het voorstel wat er ligt, hoe mensen al betrokken zijn misschien in het voortraject en
nadien verder betrokken worden, dat je dus ook aan kunt geven als raad van er is meer, stel je bent het er niet mee eens of je vindt het te mager, dat we als raad dan de mogelijkheid hebben van er zouden grotere stappen of meer stappen gezet moeten worden. Dus daarom is ook, hebben we dit expliciet, dit punt benoemd. Wat mij betreft tot zover. De portefeuillehouder heeft het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. In de commissie is natuurlijk al heel veel gezegd. En het is ook goed dat het college daar wat terughoudend in is. Omdat het ook, denk ik, in de eerste plaats echt een debat is tussen de raadsleden. Dat is ook mooi, denk ik, van een commissie die vanuit de raad gevormd is. En die ook richting de raad met een advies komt. Maar natuurlijk is het ook zo dat het college daar in de dagelijkse uitvoering een belangrijke rol in heeft. En ook daadwerkelijk mee aan de slag moet. Ook natuurlijk daarin ondersteund door haar eigen medewerkers die allemaal in dienst zijn van de bestuursdienst Ommen Houdenberg. En in die zin hebben we denk ik ook een goede discussie in de commissie gehad en konden we denk ik vandaag ook inderdaad volstaan met een wat kortere discussie waarbij nog een enkele vraag is gesteld. Maar misschien is het wel goed om vooraf een korte opmerking te maken, want een aantal van u was dat ook opgevallen dat er zo tegen de kerstdagen opeens een enquête verscheen op de website van de gemeente Ommen over het onderwerp overheidsparticipatie. En dat was eigenlijk ongelukkig, maar van de andere kant ook weer een gelukkige bijkomstigheid. Ongelukkig omdat het natuurlijk niet parallel liep met de planning en bespreking zoals we die hier met elkaar in de gemeenteraad hebben. En in die zin is het natuurlijk volgordelijk niet gelukkig. Wel gelukkig omdat het eigenlijk ook een heel goed signaal is, ook nog even weer richting de organisatie, dat er een bestuur is en een raad die met dit thema aan de slag is en daar ook verwachtingen bij heeft. Dus het was ook wel een mooi aangrijpingspunt om eens terug te gaan. In alle onschuld zeg ik er direct bij. Er is een stagiaire bij het team communicatie die een afstudeeropdracht doet bij de bestuursdienst. En over overheidsparticipatie en in dat kader een hele mooie enquête had gemaakt. En in al haar onschuld dat op de website heeft gezet. Dus op zich hartstikke mooi dat wij proactieve stagiaires hebben. Dit is ongetwijfeld ook een bonus voor de opleiding. Alleen het pakt nu weer ongelukkig uit. We hebben er overigens wel direct in de organisatie ook wel het gesprek over opgepakt. Omdat het natuurlijk wel zo is dat iedereen zich ook bewust moet zijn van het feit dat we met elkaar hier de discussie voeren. En overigens vind ik zelf als portefeuillehouder dat als er zoiets wat gebeurt, dat ik het zelf ook graag wel even wil weten voordat überhaupt iets op de website komt. Nou goed, dat hebben we opgepakt. Vandaar is op zich wel een mooie bijkomstigheid, omdat het ook direct even de scherpte er weer inbracht. En een aantal van u vroeg daar ook met name aandacht voor. Ik denk dat de heer De Jonge dat ook nog een keer herhaalde, maar ook anderen hebben dat in de commissie al gezegd. Dus wat mij betreft moeten we dat ook gewoon serieus oppakken. Ik heb ook complimenten gemaakt voor het werk van de commissie. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Ik denk ook dat de ideeën van Prupper mooi vertaald zijn om te kijken hoe kun je dat nou concreet doen. Met de heer De Jonge denk ik inderdaad wel dat het best spannend is wat 25 handtekeningen betekent. Want we waren met elkaar op de nieuwjaarsreceptie in het Vechtdal College. Nou, ik ben die klaslokalen rondgegaan smiddags. Er kunnen 26 kinderen in een lokaal. Dus met een beetje enthousiaste docenten maatschappijleren heb je zomaar een enquête op gang gezet. Nou, ik denk dat we er allemaal ook bij zijn. Dat is ook het goede nieuws. We gaan het natuurlijk met elkaar gewoon meemaken. Daarmee heb ik ook gelijk wel een beetje de eerste vraag van de heer Van der Mooren namens de ChristenUnie te pakken. Ik denk, we hebben nu een raming gemaakt van wat het extra gaat kosten. De raad heeft zichzelf in de rol van monitor gezet. Maar dat betekent natuurlijk ook dat het college het gewoon goed in de gaten moet houden. Kunnen we het doen met de middelen die we daar nu voor geraamd hebben? Voor eerst gaan we vanuit dat het kan. Maar zou het zo zijn dat het een enorm succes wordt, ja, dan zullen we daar natuurlijk bij u tijdig over rapporteren en op terugkomen. Op dit moment denk ik dat we hier een heel eind bij moeten kunnen komen. Overigens ben ik het ook wel met de heer Van der Mooren eens dat je gewoon helder moet maken richting bewoners waar je ze bij betrekt en in welke rol. Maar volgens mij was dat ook wel het idee van de commissie. Wees nou aan de voorkant duidelijk wat je van iemand verwacht, dan krijg je ook niet achteraf teleurstellingen. Maar dat is best lastig, hè, want je zult ook af en toe enthousiaste mensen trekken die dat treffen, die zich misschien ook niet helemaal rolvast tonen, maar dan kun je ook iedere keer daar weer op terugkomen. Dus ik denk dat we daar gewoon goed aandacht voor moeten hebben. Die rollen kunnen gewoon heel erg verschillen en ieder onderwerp leent zich ook weer voor een andere aanpak. Dat is aardig. In die zin zijn die paragrafen die bij de raads- en collegevoorstellen komen ook wel interessant, omdat daar heel actief ook de vraag aan de orde moet komen. In welke rol zouden we hier de burger willen zien en hoe gaan we dat dan faciliteren? Daar kom ik ook een beetje op uw vraag die daar betrekking op had. Zeg dan ook maar een beetje als raadsvoorzitter daar gelijk bij. De raad heeft natuurlijk verschillende type voorstellen die aan de orde komen. Dat kan kaderstellend zijn in een vroeg stadium.
En op het moment dat je meer een kaderstellende notitie vaststelt, is er ook veel meer ruimte om de overheidsparticipatie, de burgerheidsparticipatie vorm te geven. Op het moment dat het een afrondend voorstel is, zoals we die vandaag ook een paar hebben, ja, dan hoeft er niet meer zo gek veel participatie achteraf plaats te vinden. Dus ik denk dat het ook zaak is dat we als raad, zeg ik dan nog maar een keer als voorzitter, ook nog eens heel kritisch en met elkaar kijken naar hoe kunnen we nou wat meer in die kaderstellende rol komen, zodat je ook die overheidsparticipatie een betere vorm kunt geven. Nou, u weet dat we binnenkort met elkaar ook eens om tafel gaan zitten als raad met de benen op tafel om te kijken, nou, wat gaat er nou goed, wat kan er nog beter. Nou, ik denk dat dit ook typisch een onderwerp is om nog eens met elkaar te kijken van, liggen daar verder nog kansen. Nou, tenslotte stelt u nog een vraag over de actieve inbreng vanuit de bestuursdienst. Nou, ik heb daar net al iets over gezegd naar aanleiding van de enquête die spontaan op de website verscheen. Maar ik denk dat het is wel een stevig thema wat we bij de kop hebben. Je kunt het in alle onschuld in een rapport gaan schrijven van 20 pagina's, maar het gaat wel ergens over. En het is inderdaad wel iets waar je gewoon te degen van bewust moet zijn en rekening mee moet houden. Wat erbij helpt is natuurlijk dat het actief opgenomen moet worden in de voorstellen. Dus dat betekent dat je niet, je moet er wel mee bezig gaan. Maar ik denk, en ik kan me ook voorstellen dat er best medewerkers zijn die daar wat nieuwe ervaringen mee op moeten doen. We hebben genoeg deskundigheid in huis, daar ben ik overigens ook van overtuigd. Dus het is ook wel zaak voor het management om te zorgen dat die deskundigheid goed wordt ontsloten en dat medewerkers daar ook gebruik van kunnen maken. Overigens is ook mijn overtuiging dat als dit eenmaal werkt en loopt, dat mensen het ook gewoon aardig gaan vinden en er ook de meerwaarde van zullen inzien, voor zover het al niet aan de orde is. En voor wat mij zelf betreft, ik zal dit als portefeuillehouder proberen adequaat op te pakken. En in de notitie is natuurlijk ook al goed opgeschreven, dat staat ook in de reactie namens het college, dat we met het tweede om een motief, dus de toekomstvisie, hier ook een goed proces van zullen proberen te maken. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. En voorzitter, dan denk ik dat ik alle vragen en opmerkingen heb beantwoord. Dat gaan wij controleren. De VOW, nog behoefte aan nadere vragen? De woordvoerder van de ChristenUnie heeft ook voldoende antwoord gekregen, geloof ik. Ja. Dan wordt u bedankt voor uw beantwoording en dan mag de voorzitter samen weer overnemen. Dan dank ik de plaatsvervangend voorzitter. Oh, we moeten nog concluderen volgens mij wat we besluiten. Dat doen we een beetje impliciet, maar dat mag ik dan ongetwijfeld wel doen. U zou dan besluiten om de notitie ruimte voor initiatief voor kennisgeving aan te nemen, het begrippenkader participatie toe te passen bij de besluitvorming, vuistregels te gebruiken die in het rapport de burger aan zet van de Rekenkamercommissie zijn genoemd, de participatieladder actief toe te passen, een paragraaf participatieadvies op te nemen in raadsvoorstellen en raadsbesluiten, de verordening burgerinitiatief vast te stellen, het college te verzoeken te stimuleren dat medewerkers actief inbreng leveren op dit vlak en de raadswerkgroep in stand te houden tot de volgende verkiezingen. Kunt u al dus besluiten. Dan heeft u dat gedaan. Dan komen we bij het laatste en toegevoegde agendapunt van vanavond. Dat is agendapunt 11, de motie vreemd aan de orde van de dag. Met betrekking tot landgoed Het Laar. Ik nodig de heer De Jonge uit om een toelichting te geven op zijn motie. En zich ook daartoe te beperken, maar dat weet hij ook. Ja, voorzitter, onze motie die sluit heel erg aan bij het vorige onderwerp. Voorzitter, maar ik ga toch even terug naar het coalitieakkoord, voorzitter. Want daar staan een aantal dingen in over burgerparticipatie. En ik heb bij vaststelling van het coalitieakkoord, maar ook bij vaststelling van het CUP namens de VOV aangegeven dat er een hele hoop zaken in staan die ook voorkomen in het verkiezingsprogramma van de VOV. Dus dat wij die punten zullen onderschrijven. En een van die punten is, heeft u net ook gemerkt, de burgerparticipatie. Voorzitter, ik zal niet helemaal teruggaan over wat er 17 december allemaal gezegd is. Maar ik heb u net horen zeggen in reactie op het ruimte voor initiatief debat van als je de burgers moet betrekken, dan moet je dat tijdig doen. Voorzitter, en wat mij betreft gaat het over bij Huis Het Laar. Daar zitten heel veel emoties in om en nu dit naar buiten is gekomen. Er is een oud raadslid die heel erg te koop loopt en te lobbyen om draagvlak te krijgen voor verkoop of het onderbrengen in andere vorm dan nu het bij de gemeente in handen is. Dus in Ommen wordt er heel erg over gesproken, voorzitter. Dus nogmaals, de tijdigheid om burgers erbij te betrekken is op zijn plaats. Voorzitter, in het coalitieprogramma, maar ook in de CUP staan citaten omgeschreven van hoe we met landgoed Het Laar overgaan.
over hoe het landgoed het Laar om kunnen gaan. Dus reden te meer om tijdig aan de burgers te vragen. Want immers, baron Frederik van Pallant heeft in 1932 het voor een appel en een ei verkocht aan de gemeente Ommen. Met die verstanden dat hij daar de gedachten bij had, heb ik mij door zijn dochter laten vertellen dat het voor de burgerij voor Ommen is en het ook zo blijft. Reden te meer om te kijken, om de burger te laten participeren in dit proces. Voorzitter, wij hebben daarvoor een motie vreemd aan de orde willen brengen. En ik zal me beperken tot het voordragen van het dictum. Want zeg maar, de overwegingen en de constateringen die heeft u net al gehoord. Voorzitter, draagt het college op om de inwoners van Ommen te betrekken bij verkoopplannen van landgoed het Laar, een enquête te laten houden onder de inwoners van Ommen in de vorm van een representatieve meningspeiling, de uitkomst van dit onderzoek uiterlijk mei 2016 aan de Raad voor te leggen, voor dit onderzoek een incidenteel budget bepalen van 10.000 euro te lasten te brengen van het rekeningsresultaat 2015 of het te verrekenen via het eerste bestuursrapportage 2016. En ik heb hier het ondertekende exemplaar voor u. Dank u wel. Dan wordt de motie zo dadelijk in stemming gebracht, maar niet dan nadat ik de overige leden van de raad in de gelegenheid stel om hierop te reageren. Ik kijk even rond of daar behoefte aan is. Ik zal beginnen met CDA, mevrouw Bakelaar. Dat kan ook. Dit is een voorstel om kort te schorsen. Hoe? Ja, 10 minuten. Dan schorsen wij de vergadering tot 9:40. Dames en heren, wij kunnen een vervolg geven aan onze vergadering. Mevrouw Bakelaar vroeg net namens de fractie de schorsing aan en ik geef haar als eerste het woord. Delicaat mee omgaan. En volgens mij moeten we ook met dit onderwerp delicaat omgaan. Want het gaat ons allemaal aan het hart, het Laar. En het is ook geen discussie die nu alleen loopt, maar die loopt al jaren. En wat de heer De Jonge ook terecht aangeeft in zijn uiteenzetting zojuist, is het iets wat in meerdere coalitieakkoorden naar voren komt. Niet alleen in het laatste, maar ook in het coalitieakkoord daarvoor. En vandaar sta ik hier ook niet namens de CDA-fractie, maar namens de huidige coalitie en ook namens de ChristenUnie, fractie van de ChristenUnie. En terugpakkend het vorige onderwerp, als je het hebt over burgerparticipatie, dan is het van cruciaal belang dat de juiste verwachtingen richting inwoners gewekt worden. Dat alle informatie op tafel ligt en dat er niet gesproken wordt over onjuistheden, want dan zijn we volgens mij niet goed bezig. En dat is nu wat voor ligt, helaas. Want de motie die voor ligt is niet alleen prematuur, maar bevat ook onjuistheden. En dat is cruciaal. Als het gaat om goede informatie, dan pas kun je een goed besluit nemen. Dan kun je in gesprek gaan met de inwoners. Wat altijd van belang is. Maar als je het hebt over zaken als verkoop, waarvan er nog een onderzoek loopt en waarvan er geen sprake is van verkoop, maar van iets heel anders, van cultureel behoud. En als er ook nog geen voorstel op tafel ligt. Ja, hoe kan er dan sprake zijn van een raadsdebat, laat staan, van überhaupt inwonerparticipatie? Dus kortom, voorzitter, wat ons betreft is dit voorstel of is deze motie zeer vreemd aan de orde van de dag. Niet delicaat en op dit moment te prematuur en volstrekt onjuist. Dank u wel. Dank u wel. U sprak namens 5 fracties. Ik kijk nog even naar de fractie van de LPO, de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben natuurlijk ook eventjes over intern beraad gehad van hoe hiermee om te gaan. En in de eerdere opgave die we gedaan hebben, hoe we hierin stonden, richting de Griffie, hebben wij al aangegeven dat we in eerste instantie ook niet direct noodzaak zagen om te komen tot verkoop. Wat betreft de motie, voordat we daar een uitspraak over gaan doen, is het met name, denk ik, en ook dat is net al duidelijk geworden, is het van belang om vooraf duidelijk te stellen van duidelijk te maken, om teleurstellingen te voorkomen naar de burgers toe, van wat vragen we hier en hoe gaan we daarmee om. En in dat kader hebben we met name richting de VV eerste vraag. Van goh, er wordt gesproken over een representatieve meningspeiling. Daar kunnen wij ons niet direct nog een voorstelling bij maken. Dus ik wil graag de heer De Jonge verzoeken
om daar iets over te zeggen. En vervolgens zullen wij dan komen tot onze afweging. Tot zover. Dank u wel. Dan kijk ik nog even naar het college of er behoefte is aan een korte reactie. De heer Ter Kuurst. Voorzitter, namens het college kan ik meedelen dat wij de woorden van mevrouw Bakelaar kunnen onderschrijven. We staan nog maar aan het begin van een traject wat het gevolg is van een opdracht. Het college kreeg mee als opdracht, ga onderzoeken of een stichtingsvorm een mogelijke weg kan zijn om het Laar, het landgoed het Laar en het huis het Laar voor de toekomst te behouden. In dat traject zitten we nog. Het college moet er deze maand nog een ei over leggen om vervolgens alle stukken hier openbaar te gaan bespreken in de commissie. Dan is deze motie op dit moment te prematuur. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer De Jonge voor een korte tweede termijn. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, allereerst over prematuur en onwaarheden in een motie. Dat moet degene die dat uitspreekt maar voor zich nemen, want volgens mij staan er nooit in een motie onwaarheden en hier ook niet in. Voorzitter, dan het tweede is van het tijdstip. Ik heb bij het vorige onderwerp heb ik de voorzitter van de raad, portefeuillehouder, horen zeggen daar wat gaat over burgerinitiatief en burgerparticipatie, dat je het nooit te vroeg is dat je tijdig de burger daarbij moet betrekken. Dat delen wij zeer zeker, ook daar waar het gaat over dit onderwerp. En ja, gezien de reacties, want als je zo'n motie indient en voor de tweede keer en dan op 17 december al een aantal geluiden hoort, hè, meneer De Vries, Koblessie was daar heel stellig in en nam er ook het voortouw in, dan ga je je kansen bekijken van hoe haalbaar is een motie. Voorzitter, ik heb ervoor gekozen samen met de heer Middelkamp om de motie toch alsnog in te brengen. En ik heb zojuist in de schorsing, ik was heel content met de schorsing van mevrouw Bakelaar, heb ik een mailtje gekregen vanuit de burgerij, mensen die met deze beelden aan het meekijken zijn. En die hebben mij geadviseerd om de motie terug te trekken. En er zijn twee instanties die via andere kanalen aan kaart een soort referendum gaan houden. En ze schrijven daarbij dat de eerste 100 handtekeningen al binnen zijn gehaald. Dus de VOV-fractie die trekt bij deze de motie in en laat het initiatief daar precies horen waar het thuis hoort bij de burgers van Ommen. U mag nog even blijven staan, want de heer De Vries Robles heeft een interruptie. U bezigt hier woorden alsof er in moties nooit onwaarheden kunnen staan. Maar mijn vraag aan u is de volgende. Door het gebruik van bepaalde woorden in deze motie wakkert u volgens mij emoties aan die niet gaan over de zaak waar we het over hier hebben. En dat is het punt waar het om gaat. U wakkert bepaalde gevoelens aan bij de burgerij en die gevoelens zijn contraproductief over het onderwerp waar we het nu over hebben. Daar gaat het over. Ik zoek een beetje naar wat de vraag is. De vraag is, vindt u dat ook, denk ik? De vraag ging heel duidelijk over het feit dat er in moties geen onwaarheden kunnen staan. Maar moties kunnen aanwakkeren tot, laten we zeggen, gevoelens die niet productief zijn in het kader van waar het onderwerp waar het over gaat. En ik roep de heer De Jonge op om daarmee te stoppen. En doet u dat, meneer De Jonge? Ja, het is niet vervelend bedoeld, maar het moet eigenlijk tot een vraag leiden. Dus dat is waar ik wat naar zoek, meneer De Jonge. Voorzitter, ik heb ook geen vraag gehoord, maar ik heb wel geconstateerd dat de waarheid van de VOV en van vele burgers van Ommen een andere waarheid is dan die van de D66-fractie. En ik heb voor de zoveelste keer... Niet alleen de D66-fractie. Ik heb voor de zoveelste keer, voorzitter, het college van de heer De Vries Koblessie aangehoord. Dank u wel. De motie is ingetrokken. Dus dat betekent dat we er niet over hoeven te stemmen. De uitslag was denk ik redelijk voorspelbaar geweest, maar de heer De Jonge geeft inderdaad aan dat het een ander vervolg krijgt. Dan komen we denk ik tot het einde van de vergadering. Dan nodig ik u graag uit om nog enige colleges van de burgemeester aan te horen beneden bij de bar. Er staat een drankje voor u klaar. Het is mooi op tijd. Ik ga wel zo weg, want het is in Groningen inmiddels aan het sneeuwen. Dus het blijft wat wonderlijk deze week. Maar bedankt en ik geloof tot volgende week allemaal. Thank you.